Kind tussen vier vrouwen van Simon Vestdijk is een nieuwe uitgave verschenen in de serie Oerboek. En het Oerboek, dit is het vierde deel in de serie Oerboek. Het Oerboek is het eerste boek van een schrijver wat voorafgaat aan het oeuvre. Dat geldt ook bij Vestdijk. Dit boek heeft hij geschreven van januari 1933 tot mei 1933 in 4 maanden tijd 1000 pagina's. Ongelooflijk. Bijna onvoorstelbaar dat iemand dat voor elkaar krijgt in zo'n korte tijd zo'n dikke boek te schrijven. De uitgever durfde dat dikke boek niet uit te geven, dus het is blijven liggen. En daarom is het nu dan het oerboek geworden, het eerste boek van Vestdijk wat aan de rest van het oeuvre vooraf gaat. Deze nieuwe uitgave heeft op deze uitgave voor dat hierin heel veel aantekeningen staan. Het is weer teruggebracht in de oude spelling van toen. Er zitten ook heel veel foto's in. Het is een buitengewoon mooie uitgave. Er zitten een paar inleidingen bij en essays over Ina Damman en hoe Vestdijk deze roman Kind tussen vier vrouwen daarna verwerkt heeft tot de 3 romans die de eerste 3 romans zijn van de Anton Wachter-serie. Kortom, het is een geweldig imposante, prachtige uitgave die ik iedereen die van Vestdijk houdt aanbeveel. Maar niet alleen iedereen die van Vestdijk houdt, ook mensen die altijd hebben gedacht die Vestdijk met zijn lange zinnen, daar begin ik niet aan, beveel ik dit boek toch aan, omdat hier Vestdijk nog heel licht en met korte zinnen schrijft. Nog niet de latere Vestdijk die zo moeilijk te verwerken is.